De kinderafdeling van het Maasziekenhuis heeft 20.000 euro van het Ronald McDonald Kinderfonds in ontvangst mogen nemen. Carole van Dijk, u bent teammanager afdeling kind hier in het Maasziekenhuis. Waarom heeft het Maasziekenhuis deze donatie in ontvangst mogen nemen? Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van het Ronald McDonald Kinderfonds hebben zij een jubileumactie gehouden. En konden ziekenhuis en zorginstellingen konden een aanvraag doen om aanspraak te doen op het jubileumbudget van 20.000 euro. En ons ziekenhuis heeft daar aan meegedaan. En uiteindelijk zijn wij dus uitgekozen om deze bijdrage in ontvangst te mogen nemen. Want wat is het originele idee dat jullie hebben aangedragen? De meeste ziekenhuizen hadden ervoor gekozen om een kamer of iets te ontwikkelen. Maar wij hadden zoiets van, dan moeten kinderen toch vanuit een kamer naar een kamer toe gaan. En juist hadden wij juist de wens om een speelobject te ontwikkelen wat juist naar de kinderen toe komt. En ook wat gewoon flexibel ingezet kan worden. Op de verschillende kamers, op de podies, op andere afdelingen. De achterliggende gedachte van dit idee is dus dat we het flexibel, ziekenhuisbreed willen inzetten. Dat betekent dus dat het ontwerp is ingedeeld in twee units. Dus het kan eigenlijk op twee plekken gelijktijdig ingezet worden. En daar kunnen dus meerdere kinderen gebruik van maken. Het ontwerp is ook zo ontworpen dat er altijd nog spelmodules aan toegevoegd kunnen worden. Dus dat betekent, stel je voor dat we nog een keer een sponsoring krijgen waar we heel blij mee zijn. Dan kunnen we kijken, wat ontbreekt er nog aan en wat kunnen we eraan toevoegen. En het kan er dus voor alle leeftijden zijn, van klein tot groot. Dus eigenlijk een volwassene, denk ik dat er ook al heel veel plezier aan zou beleven. Het zijn allemaal ideeën van kinderen en ouders. Dus dat is in de loop van de jaren is dat een luisterend oor. En zodoende hebben we dus allemaal die spelmodules aan toe kunnen voegen. Ook middels de ideeënkaartjes die ze hebben ingeleverd. Hebben een inventarisatie gemaakt. En toen zijn we tot dit ontwerp gekomen. En het verhaal erachter is eigenlijk, 1400 jaar geleden. Toen kwamen hier dus de eerste bewoners. En die waren toen al op zoek naar een droomplek. En wat is niet mooier dan dat er 1400 jaar later, dat er dan zo'n ontwerp komt in de vorm van een scheepwrak waar mensen dus hier met het thema water gebruik van kunnen maken. En dat ze ten alle tijden daar een beroep op kunnen doen. En ten alle tijden iedereen kan zichzelf natuurlijk bepalen van wat wil ik graag doen. Een hele familie die kunnen aan deelnemen. Je kunt samen spelen, maar je kunt ook individueel spelen. Dus eigenlijk is het één groot belevingsschip. En waarom is het belangrijk voor kinderen hier in het ziekenhuis en hun families dat er iets leuks voor hun aanwezig is? Juist als kinderen een ingreep krijgen, is het heel belangrijk dat kinderen ook afleiding krijgen, zodat ze toch wat minder met de pijn of met de ingreep bezig zijn. En vandaar dat wij juist hiermee bezig zijn gegaan om een stuk afleiding te geven voor kinderen.